Hallo, hallo, hallo. Welkom bij een nieuwe video van Wil en Tien. En je zag het misschien al aan de titel. Ik ga vandaag gezellig met jullie kletsen over borstvoeding en bijvoeding. Ja, en misschien denk je nu wel weer van, jeetje mens, hoe kom je nou weer op dat onderwerp? Nou, ik kan je vertellen dat ik de laatste tijd echt heel, maar dan ook echt heel erg veel vragen kreeg over of ik het eetschema van Mike wilde delen in een video. En vooral in de weekvlog zag ik het veel voorbij komen, maar ook via Instagram kreeg ik echt wel vaak de vragen. Dus ik dacht, daar is blijkbaar behoefte aan. En zal ik het wel delen, want ieder kind is zo anders. Maar weet je, het is altijd fijn om een beetje een beeld te hebben van hoe dat bij een ander gaat. En daarover gesproken, dus even een disclaimertje tussendoor. Weet je, dit is natuurlijk mijn persoonlijke ervaring. En Mike is natuurlijk een uniek kind en ontwikkelt zich op een bepaalde manier. En dat geldt natuurlijk niet voor ieder kindje. Sommigen zijn veel sneller met het een of juist langzamer. En dat maakt allemaal helemaal niet uit. Je weet, als je googelt bijvoorbeeld op eetschema baby, 4-5 maanden, dan kom je echt op allerlei pagina's terecht en het gaat echt van hot naar her. Dan zal ik maar gelijk beginnen met hoe dat bij mij ging. Nou, ik ging naar het consultatiebureau en Mike was toen bijna 4 maanden. En toen zeiden ze van, goh, zei de verpleegkundige, ik denk dat hij eigenlijk al toe is aan een paar oefenhapjes. En ik keek haar echt een beetje aan alsof ik water zag branden. Ik had echt zoiets van, nu al? Ik denk, jeetje, hij is nog niet eens 4 maanden. En op advies van haar dacht ik, weet je, dat is denk ik zo als je voor het eerst moeder bent en je eerste kindje. Je hebt die weg nog niet gelopen, dus je doet maar gewoon wat. Echt hoor, je doet maar gewoon wat, je zoekt het op en je denkt, nou, dan maar zo. Een beetje à la Brigitte Kaandorp met een naakslak, weet je wel, dan maar zo. Zo gaat de opvoeding van een kind ook een beetje in het begin. Maar goed, dat is volgens mij vooral bij de eerste dus zo. Dus goed, ik zocht het op en op het consultatiebureau vertelde ze me, hé, je mag wel gaan starten. En vaak zeggen ze dan natuurlijk, begin met fruit. Nogmaals, mijn ervaring, als je echt alle ins en outs wil weten, vraag het alsjeblieft aan je consultatiebureau, want zij leggen er alles over uit. Maar goed, ik begon dus met fruit. Volgens mij is dat gewoon logisch en normaal, want dat zijn vaak lekkere zoete smaken. En ja, ik zal ook meteen maar even opbiechten. Ik begon gewoon met potjes. En waarom? Ik had gewoon heel eerlijk geen zin om naast al die keren dat ik al borstvoeding gaf, om dan nog eten te gaan staan klaarmaken. En ik had zoiets van, een oefenhapje, weet je, dat zal die waarschijnlijk toch niet echt goed kunnen. Want in het begin doen ze met die tong, duwen ze eigenlijk alles nog naar buiten. Want het is nog niet echt ontwikkeld en dat moeten ze natuurlijk ook gewoon leren. Dus als ze eten, doen ze echt nog gewoon hap en dan, ja, dan plets het allemaal weer neer. Dus ik had echt zoiets van, weet je, voor die paar keer dat ik echt 3 keer een hapje geef, ga ik echt niet zelf een banaan staan pureren. Ja, heel slecht misschien, maar whatever. Dus ik gaf een potje. En ik begon dus met fruit. En ik deed dat op een gegeven moment, gewoon tussendoor eigenlijk na de borstvoeding. Dus om rond 1:00 of 12:00 middags, als hij dan een keer wakker werd, dan gaf ik hem eerst borstvoeding. En daarna gaf ik hem bijvoorbeeld even 3 hapjes van een banaan of een beetje peer of nou noem maar op. Het is wel volgens mij belangrijk dat je in het begin heel erg enkelvoudige smaken gebruikt. Dus of banaan of peer of dat dus. Of appel, maar niet dat je bijvoorbeeld appel en banaan doet of appel en peer. Want het is handig dat kinderen enkelvoudige smaken eerst leren waarderen voordat je zeg maar smaken gaat aanbieden van meerdere fruitstukken of meerdere groentes. Heel veel mensen stellen zich altijd heel veel voor bij het eerste hapje van, oh wow! En dat vond ik ook wel even een ding, zo van, oh wow, het eerste hapje. Maar ja, heel eerlijk, achteraf gezien denk ik, hij vond er eigenlijk niet zo heel veel aan. En het was inderdaad echt een beetje dat terugduwen. Hij keek me vooral een beetje vreemd aan van, wat is dit? Maar ook ieder kind is daar heel anders in. Maar wat ik wel merkte, inderdaad, is dat de verpleegkundige van het consultatiebureau wat betreft Mike echt gelijk had. Ze zei van, ik denk dat hij daar wel aan toe is. En inderdaad, op een gegeven moment vond ik echt, ik probeerde dat elke dag een keertje aan te bieden. Gewoon 3 hapjes of zo na de borstvoeding, gewoon 1 keer op een dag. Gewoon lekker simpel beginnen. En toen merkte ik inderdaad wel van dat hij het wel toch wel, wel leuk vond. En hij ging zodoende eigenlijk steeds meer van die hapjes nemen. Dus na 3 hapjes, op een gegeven moment at hij dan gewoon een half potje. En dat ben ik even een tijdje zo gaan doen. Ik denk dat ik dat heb gedaan totdat hij een maand of 5 was. Een maandje ongeveer dus heb ik dat gedaan naast de borstvoeding. En op een gegeven moment zei Willemijn ook van, joh, volgens mij kun je hem best ook een groentehapje ernaast extra aan gaan bieden. Gewoon om even te kijken wat hij daarmee doet. En dat vond ik toen eerst nog een beetje een brug te ver. Dus wat ik toen heb gedaan zelf is het fruithapje vervangen voor een groentehapje. Gewoon om eens even te kijken. En toen ben ik bijvoorbeeld 's avonds rond 1:00 of 5:00, 6:00 gaf ik hem bijvoorbeeld eens 3 hapjes wortel of zo. Nou,
En uiteindelijk ging dat er eigenlijk ook best wel goed in. Dus dat groentehapje ging eigenlijk ook prima. Ik weet nog dat ik op vakantie ging met mijn ouders. En dat hij s'avonds inderdaad wat worteltjes kreeg. En dat vond hij hartstikke lekker. En soms deed hij echt... En dan kwam het allemaal weer eruit. En mijn vader die kwam niet meer bij. Die vond het echt net een soort film. Die zei altijd heel lief als ik hem ging eten ging geven. Van ik ga even kijken. Het is net een bioscoopfilm dit. En ja, nou zo is het een beetje dus gegaan. En op een gegeven moment zei Willemijn van... joh, doe gewoon fruit en groente in een dag. Volgens mij kan dat best. Nou, zo ben ik het eigenlijk steeds meer geleidelijk aan op gaan bouwen. En elke keer na de borstvoeding. En de reden dat ik hem eerst borstvoeding gaf en daarna pas hapjes... is omdat ik zo lang mogelijk gewoon de borstvoeding in stand wilde houden. En ja, weet je, het zijn gewoon oefenhapjes. Het is nog geen volwaardige maaltijd die een borstvoeding gaat vervangen. Dus hè, je geeft nog steeds gewoon zoveel mogelijk melk. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dus vandaar eerst borstvoeding en dan bijvoeding. Want als je het andersom doet, dan ga je krijgen dat ze natuurlijk minder van de borstvoeding tot zich gaan nemen. Waardoor je borsten dus weer gaan inspelen op een andere melkproductie. En dus de melkproductie gaat afnemen langzaam. En dat wilde ik nog niet. Een fruithapje dus rond 12 uur na de borstvoeding, een paar hapjes. En rond een uur of 5, 6 kreeg hij dus wat hapjes groenten, ook na de borstvoeding. Wat wel vaak belangrijk is, dat hebben we destijds met de logopedie geleerd, is als je fruit aanbiedt, alle nieuwe smaken dus. Als je fruit aanbiedt, is het handig om dat 3 tot 4 keer achter elkaar aan te bieden. Dus hè, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag bijvoorbeeld altijd een hapje banaan of zo. Dan gaan ze aan die smaak wennen. En dan kun je weer eens een keer een andere smaak introduceren. Groentes moet je echt gewoon zelfs 7 tot 8 keer aanbieden voordat ze dat echt een beetje gaan waarderen. Soms vinden ze het heel lekker, maar soms ook helemaal niet. Dus stel je voor dat je een keer bloemkool geeft en ze walgen ervan. Geef niet meteen op, maar probeer het echt de volgende dag nog een keertje 3 hapjes of zo. En probeer het echt 7 of 8 dagen een beetje vol te houden. Kijk, als je echt op een gegeven moment denkt van nou, dit vind ik echt helemaal niks. Dan stop je natuurlijk gewoon. Maar dan heb je even een idee dat je dus groentes echt wel langer aan moet bieden. Dus fruit 3 tot 4 keer aanhouden ongeveer de groentes. Nou, tussen de 6 en 8 keer aanbieden. Even terug, rond 3, 4 maanden dus gaf ik hem dus een fruithapje eerst. En rond de 5 maanden gaf ik hem een groentehapje. Nou, en toen ben ik rond 5,5 maand hem een fruithapje en een groentehapje alle 2 aan gaan bieden. En dat ging steeds beter, omdat hij motorisch ook best wel snel ontwikkeld. Mike had ik het gevoel dat zijn ontwikkeling van de mondspieren zeg maar ook al best wel goed ging. Want er kwam steeds minder recht uit en er ging steeds meer in. En hij vond het ook echt lekker, ging ik merken. Bijvoorbeeld doordat hij ging smekken of hij ging zeg maar met die handjes een beetje zo doen. Dus aan dat soort signalen ging ik ook zien van, oh, ik vind het ook echt wel leuk om te eten. En op een gegeven moment gaan ze ook heel interessant naar jouw mond zitten kijken. Van, jeetje, wat zit erin en wat ben je aan het doen? En op het moment dat ze dat een beetje gaan doen, dan ga je merken dat er echt interesse is voor eten. Nou, dat is echt superleuk. En ja, ieder kind is anders. Sommige kinderen hebben helemaal niet echt interesse voor eten. En anderen vinden het dus echt heel leuk. Mike vindt het echt heerlijk om lekker bij je aan tafel te eten. Daar ben ik enorm blij mee, want het is echt heel erg gezellig ook nog eens. En ja, ik heb er eigenlijk gewoon niet zoveel voor gedaan. En ik denk dat mensen zich dat goed moeten beseffen. Als je dit nu hoort en jouw kindje heeft het totaal niet, ga je dan alsjeblieft niet druk lopen maken van, oh shit, want hij eet niet. Of iets in die trant, want echt, ze zijn gewoon allemaal anders. Weet je, ik heb gewoon geluk. Zelfs mensen die kinderen hebben die doorslapen vanaf 6 weken. Ja, weet je, dat geluk had ik niet. Dat doet Mike nu pas sinds 1 week of 2. En hij is nu bijna 9 maanden, weet je wel. Dus ja, zo zie je maar weer hoe verschillend het kan zijn. Nou, en op een gegeven moment, omdat ik echt zag van dat hij eet echt lekker vond, heb ik de potjes geditcht en ben ik inderdaad zelf dingen gaan maken. Banaan, stukjes appel gestoomd. Inderdaad gewoon zelf hapjes gaan maken. En op een gegeven moment kwam er een periode dat ik dacht, volgens mij kan ik langzaamaan vanaf 6 maanden ben ik dat een beetje gaan vervangen door borstvoeding overdag. Dus dan kreeg hij eerst een hapje en daarna voeding. En toen werd de borstvoeding inderdaad overdag al iets minder. En dat heb ik eigenlijk al heel lang zo volgehouden. En op een gegeven moment toen ik zag dat hij motorisch gezien ook steeds beter wat ging eten, ben ik ook stukjes banaan bijvoorbeeld echt aan gaan bieden. Gewoon echt heel klein, echt heel klein. En dat heb ik hem dan gegeven als hij rechtop in de stoel zat. En toen ik zag dat dat goed ging, toen dacht ik, oh ja, volgens mij is hij best ook wel toe aan stukjes eten. Ja, je hebt natuurlijk dingen zoals Rapley, daar kun je even googelen wat het precies is. Het is ook een bepaalde vorm van eten geven. Heel eerlijk, ik weet niet hoe ik het gedaan heb. Maar Mike is uiteindelijk van, ik heb het eten zeg maar steeds minder fijn gepureerd. Hè? Dus in het begin prakte ik zo'n banaan echt knetterfijn. Uiteindelijk ben ik die banaan steeds iets minder fijn gaan prakken. Waardoor ze ook zeg maar gewend raken aan een structuur in de mond. En uiteindelijk zeg maar, mag je, als het goed is, voedingen een beetje gaan vervangen. Althans, melkvoedingen gaan vervangen. Vervangen, ik zou zeggen, verminderen eigenlijk meer. Dus dat ben ik toen op een gegeven moment gaan doen vanaf een maand of 7 toen. Dus eigenlijk nog maar
vrij recent. Toen ben ik echt wat dingen gaan vervangen. En toen ben ik ook langzaamaan ook stukjes boterham gaan toevoegen. Dat vond ik heel spannend. Ik dacht, nou, dit weet ik niet. En ze zeggen dat je altijd dingen wit moet geven. Dus wit brood, witte pasta, witte rijst. Ja, bij Maaike ben ik wel gelijk begonnen met fijn volkoren. Ik vond het toch een beetje een fijner idee dan wit brood. Ik dacht, ja, wit brood. En ik dacht, weet je, ik kijk gewoon even hoe hij reageert. En op zich op fijn volkoren reageerde Maaike eigenlijk wel gewoon goed. Ja, kijk, als ze er verder geen last van hebben qua darmen of zo. Ja, dan zou ik niet zo goed inzien waarom je dan per se wit brood zou geven, eerlijk gezegd. Want Maaike doet het daar echt heel goed op. Dus toen werd ik ook een beetje brood aangebieden uiteindelijk. En ik heb het consultatiebureau ook tussendoor even gebeld. Van joh, mag ik dit of dit geven? En ze hadden ook een heel handig foldertje. En ik heb het een beetje aan de hand van dat foldertje heb ik het zeg maar gedaan. En het is belangrijk dus bij het consultatiebureau om ook even zo'n foldertje vragen. Met beginnen met eten, die krijg je vaak wel. Daar staat ook een beetje in zo'n eetschema wat ze ongeveer hebben. Ja, ik weet nog goed dat ik googelde op eetschema baby 8 maanden of zo. Ja, want toen kreeg ik eetschema's te zien van mensen. En ik mag zeker niet oordelen, maar toch, je hebt allemaal wel een beetje een oordeel. Maar dat waren eetschema's die moeders hadden gedeeld van, nou, 9 jaar geleden, uit 2009 of zo. Nou, en dan zag ik echt wel dat sommige kinderen van 5 maanden al, nou, die aten al zoveel. En dan ging ik me dus heel druk om maken, want dan dacht ik, oh jeetje, moet Maaike het dan ook allemaal al? En toen dacht ik, ja, weet je, nee, Maaike is Maaike en ik kijk gewoon hoe het gaat. Ondertussen is Maaike bijna 9 maanden en ik merk nu dus heel erg, en dat vind ik best emotioneel. En ik denk dat veel moeders die hun kind wat langer voeding geven, borstvoeding geven, dat herkennen. Ik merk dus heel erg dat overdag, want hij eet nu zo goed. Hij eet 's morgens, eet hij nu pap. Hij eet 1 of 2 boterhammen overdag. Hij eet een stuk fruit, soms zelfs 2. En hij eet 's avonds dus gewoon mee. En het is bizar snel gegaan. Hij vindt eten gewoon heel leuk. Soms eet hij tussendoor ook nog wel een soepstengel. Ja, het is echt een hongerlap. Zeker nu hij gaat optrekken en bijna gaat staan. Heeft hij helemaal gewoon heel veel behoefte aan gewoon aan eten. En ik vind het heel fijn. En ik gebruik zoveel mogelijk gewoon, hè, gewoon verse fruit en groenten. En ook gewoon biologische broodbeleg. Gewoon zoals appel en peerstroop heb ik biologisch. En ik heb biologische pindakaas zonder zout en dergelijke. En abrikoos pompoenspread heb ik bijvoorbeeld op boterhammen. En ik heb bijvoorbeeld van of mijn veggies van die maïsstengels, weet je wel, of biologische rijstwafels. Dus ik probeer wel zoveel mogelijk alles gezond aan te bieden. En ik probeer hem nu ook thee te leren drinken door gewoon thee te maken en bijvoorbeeld 2 schepjes kunstvoeding daarin te doen. En ik moet zeggen, dat gaat redelijk goed. Hij krijgt nu eigenlijk nog, daar ben ik gelijk bij het volgende punt, borstvoeding dus. Ja, op een gegeven moment ging ik dus merken overdag, heel apart en niet 's ochtends, dat hij overdag echt in mijn tepels ging bijten. Gewoon als hij wat had, als ik vond dat hij wat moest gaan drinken, weet je wel. Ik dacht van, nou, nu moet je echt wel drinken. Of hij had echt wel gewoon dorst. Dan legde ik hem aan en ging hij echt erin zitten bijten en zitten lachen. Hij is echt heel ondeugend. En dat deed echt heel veel zeer. En dan is het advies meestal wachten even 15 minuten en doe het dan nog eens. Nou, op een gegeven moment overdag merkte ik gewoon dat het niet meer uit ging maken. Of hij nou heel veel dorst had of niet. En of ik het 15 minuten wachtte of niet. Hij bleef gewoon bijten heel erg. En ik merkte echt als hij de fles zag bijvoorbeeld dan, Met thee erin, of inderdaad gewoon wel met kunstvoeding, dat hij dan echt dacht, zo, dat wil ik. Want ja, het is natuurlijk veel sneller, laten we eerlijk wezen. Maaike heeft sneller een fles kunstvoeding achterover dan dat hij inderdaad mijn borsten leeg gedronken heeft. Ja, dus ergens snap ik dat kereltje ook wel, want hij wil ook gewoon eten en weer door. Dus ik merk gewoon nu heel erg, en het is volgens mij ook gewoon, ja, hij geeft zelf volgens mij een beetje aan dat het wel tijd is om het gewoon een beetje af te bouwen. Dus ik heb het nu sinds een week of zo afgebouwd, dus ook de borstvoeding. En gewoon vervangen door inderdaad kunstvoeding of door een, hè, en of door een maaltijd. Want dat kan nu vanaf 8-9 maanden. En ik geef nu dus alleen nog maar 's ochtends borstvoeding. Maar daaraan merk ik ook al dat hij daar niet genoeg aan heeft. Dus op zich, dat fijne intieme moment hebben we nog samen 's ochtends. Dat ik hem lekker even uit bed haal, bij ons in bed liggen, dat ik hem aanleg. En dan hebben we samen even lekker gezellig dat lieve intieme momentje. Maar daarna merk ik ook alweer gauw dat hij een beetje zo en dan, dan gaat hij heel erg zeg maar zitten smekken. En dan weet ik dus van, ja, hij heeft hier dus niet genoeg aan alleen maar melk. Er was een periode dat hij alleen genoeg had aan alleen borstvoeding 's morgens. En dan sliep hij daarna nog een keer. En daarna ging hij ook gewoon eten en zo. En nu sinds een week of 2 merk ik dat hij aan borstvoeding 's morgens niet meer genoeg heeft. Dan wil hij gewoon nog wat meer. Dus dan maak ik pap voor hem daarnaast. En ik ben heel benieuwd. Op dit moment dus eet hij eigenlijk gewoon hartstikke goed. Hij eet pap nogmaals. Ik noemde het net al allemaal op. Dat eet hij dus allemaal. En daar doet hij dus heel goed op. En dat is een beetje hoe ik het ben gaan doen. En ik weet nog dat ik me heel erg druk maakte met hoe moet ik dit gaan doen. Maar met alles in je leven, in je eigen persoonlijke leven en in het leven met je kindje, het zijn allemaal echt baby steps. Gewoon
kleine stapjes. Begin gewoon klein. Kijk wat hij ervan vindt. Als je kindje echt helemaal niks aan eten vindt, hè, blijf het gewoon proberen. Maar ga het niet heel veel druk opleggen, want daar worden kinderen gewoon niet vrolijk van. Het komt vanzelf, die interesse in eten. En het ene kindje heeft al meer interesse dan het ander. En ja, probeer gewoon verschillende smaken uit. Weet je, heb er gewoon een beetje lol mee. Op het moment dat je er echt gewoon geen lol in hebt, dat je denkt, nou jee, maar moeten we weer gaan voeden, vind ik er toch geen donder aan, maar ik doe het maar omdat het moet. Ja, ik denk dat niemand daar persoonlijk vrolijk van wordt. Dus ik zou zeggen, joh, laat het dan gewoon. Als jouw kindje alleen maar graag borstvoeding nog even wil, of alleen maar flesvoeding, ja, prima toch. Doe dan. Dan laat je het gewoon even lekker en dan probeer je toch af en toe gewoon eens een keertje. Maar dit is dus een beetje hoe ik het qua eten heb aangepakt. Ik weet echt dat het een verhaal is van hak op de tak. Jullie kennen me, ik ben een beetje chaotisch in dit soort dingen. Sorry daarvoor, ik hoop dat je het een beetje hebt begrepen en misschien wel iets meeneemt voor jezelf daarin. En dan was dit denk ik wat ik erover kwijt wilde. Ja. Oh ja, en ik zeg het maar gewoon nog een keer. Laat je alsjeblieft niet gek maken, maar kijk echt naar jouw kindje. Het is jouw kindje. En doe dingen op een heel andere manier. En speel daarop in. En vertrouw echt op je gevoel. Je ziet het wel. Je voelt het wel. Je hoort het wel. Wanneer het tijd is om misschien borstvoeding af te bouwen. Om meer eten te geven. Om eens wat te proberen. Probeer het gewoon. Heb er plezier in. En vertrouw gewoon op je gevoel. Weet je, dat klopt echt altijd. Jij weet het echt vaak het allerbeste. En hè, ga gewoon, ja, doe het gewoon samen met je kindje in ieder geval. Nou, dan was dit het echt. Hè? Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Dat zou ik natuurlijk super leuk vinden. En tot de volgende keer. Doei!